meneer Van der Leent, die 13.000 medewerkers heeft, eigenlijk gewoon een fabriek gered heeft, natuurlijk hier in Borne, wat nu gewoon straalt. En die gewoon recht toe recht aan, heel duidelijk is. En wat natuurlijk gewoon geweldig is om mee te maken, ook voor deze studenten, om die man te ontmoeten. Dus we gaan nu om... Ja, de storm 80 dagen. Ja. De stormdag, dat is het team hier eigenlijk wat u nu ontvangt en zo. Wat even net heeft, u heeft de motor net bekeken. Ja. U heeft nog, u heeft 11.000 mensen hier aan het werk bij VDL over de hele wereld, zeg maar, het hele empire. 13. Neem je kwalijk. Ik heb het slecht gelezen, 13 slecht voorbereid. Nee, maar het komt, gaat snel. Het gaat hartstikke snel. Hoe vindt u dat team dat dus met een eigen elektrische motor door de wereld is gegaan en die 22.000 kilometer heeft bereikt? Ja, dat vind ik fantastisch. Hoe lang hebben ze overgedaan? 80 dagen? 80 dagen. Jules Verne. Ja, ja. En nu ook weer door Turkbekistan en naar China en Amerika. Overal. En ze zijn net uit Parijs hierheen gereden. Wij hebben natuurlijk ook het project meegesponsord. Ja. Maar daarnaast zijn wij ontzettend veel met elektrische bussen bezig. Ja. Dus, we hebben hem zien staan. We gaan er zo meteen naar Eindhoven. Hij staat hier ook, ja. Ja. Ik heb hem nog niet zien staan. Nee. Wat denkt u, zeg maar, u heeft nou die hele industrie zien veranderen, zeg maar. U bent nu bezig voor BMW de ene naar de andere fabriek uit de grond te stampen. Wat denkt u van de toekomst van elektrisch rijden? Nou, ik denk dat binnen nou en 10 jaar alle stadbussen elektrisch zijn. Ik denk dat de bussen voor lange reizen van Nederland naar Spanje, dat dat gewoon een beetje moeilijk is. Ja. Want het is niet zo dat diesel dat slecht is, want de huidige diesel 6... die is natuurlijk al enorm goed. Ja. Wij zeggen al van het komt er schoner uit als dat erin gaat. Dat is zoveel wat ja, gebeurt die 6-standaard is echt heel goed, ja. Die is enorm Dus voor goed. Hele lange dingen is het, voor bussen is het nog niet zo. Nee, maar ik denk voor bussen in de stad en ook voor vrachtwagens in de stad. Want daar zijn we ook mee bezig, denk ik dat het gewoon een goede zaak is. En wat denkt u van de auto, de gewone auto, zeg maar, die 8 miljoen autootjes die we hebben rondrijden, daar elektrisch voor? Ja, het zal op een gegeven moment wel gebeuren. Deze, die is eind van het jaar, wordt die ook hybride. Tenminste, een deel daarvan. Een deel van de productie is hybride. Ja. En dan begint het. Ja. Als u nou ziet, die studenten die nu, zeg maar, deze hele grote tour hebben gedaan, van u heeft een aantal grote stappen gezet. Dit bedrijf, waar wilt u dat uw zoon, u bent afgelopen vrijdag, heeft u afscheid genomen als officieel, als algemeen directeur? Nee, ja. Afgelopen dinsdag. Afgelopen dinsdag? Dat is gisteren. Ja, ook gisteren. Nou, van harte gefeliciteerd. Bedankt ook dat u zo'n mooi bedrijf heeft gecreëerd. Uw zoon, over 10 jaar, wat wilt u dan dat het bedrijf, waar wilt u dat het bedrijf staat? VDL. Ja. In ieder geval, we hebben nu 83% van onze werknemers werken in Nederland. En dat zou ik wel graag houden. En dat mag voor mij rustig 3 keer zo groot worden. Nog 3 keer zo groot worden? Dat mag ook. Ja, en dan ook inderdaad die hele elektrische revolutie een beetje helpen. Ja, daar proberen wij voorloper op te zijn. Met betrekking, wij gaan binnenkort 42 bussen leveren aan Eindhoven. Ja. Dat is de grootste elektrische bussenorde van de wereld. Van de wereld zelfs? Want in China kunnen ze er ook wat van, hè? Elektrische bussen maken. Ja, dat gaat ook goed. Maar alleen die rammelen, hè? Ja, die rammelen, ja. Dat is waar, ja. U bent afscheid genomen. U bent ontzettend dol op paarden, geloof ik. Van wat gaat u de komende tijd doen? Hoe ver bent u dan? Ik ga gewoon als adviseur van mijn zoon door. Ja. En dan de rest van de tijd die u over heeft, waar gaat u dat aan besteden? Ik heb geen tijd over. Oké. Mag ik u hartelijk bedanken voor de ontvangst. Top. Graag gedaan.